Ik ben Simon Plateel. En ik ben mede-organisator van het uitdelen van het snoepgoed. Maar het wordt niet opgehaald? Ja, dus helaas. Want hoeveel zijn er vandaag geweest? Nou, ik zie er net eentje weer binnenkomen. Een stuk of 6 momenteel tot nu. En hoeveel minima gezinnen zijn er in Leiden? 360. Geen idee waar dit nou aan zou moeten liggen. Wij snappen het niet. Bent u teleurgesteld? Ja, weet je wel. Aan de ene kant ben ik daar wel mee teleurgesteld. Maar aan de andere kant hebben we toch alsnog een bestemming. Wat gaat ermee gebeuren? Dat wordt dan opgehaald door een voedselbank uit de Rijpwetering. Is er geen behoefte aan snoep bij de minima in Leiden? Je zou zeggen van niet, zo te zien. Ik bedoel, het is allemaal producten tot 2013, weet je wel. Het ziet er gezellig uit allemaal. Dit is er fantastisch. Ik zou het zelf van, ja, het is dat ik het helemaal niet op kan eten, maar... Dit is ook allemaal verpakte mooie chocolade. Het is allemaal luxe spul. Het is allemaal luxe spul allemaal. Dus ik snap niet dat die mensen lekker thuis blijven zitten, weet je wel. Ik bedoel, we hebben de dozen vol van. Ga het maar eens kopen voor je... Het lijkt wel als het hier verkopen was als het krijgen, op de een of andere manier. Dus als ik een euro geplakt had, was die stompel. Ja, ik denk als je dit in principe als verkoopruimte had gebruikt van de afgeprijsde snoepgoederen, dat je dus goed gescoord had. Wat wil je zeggen tegen de mensen die het eigenlijk hadden kunnen gebruiken, maar niet zijn gekomen? Nou, je kan het nog ophalen in de voedselbank, want daar gaat het nog niet heen. Welke voedselbank? Nou, Rijpwetering is stad nummer 1 en Voorburg. Komt goed terecht, ja.